Dames en heren, jongens en meisjes, het is weer tijd voor Gamersnet Gear. Je wekelijkse portie tech, hardware, gadgets. Als het iets met games te maken heeft, dan willen wij het behandelen. Naast me zit Leon, ik ben Tom. Voor ons ligt de Cooler Master Master Mouse S. Muisje van 40 euro en dat is wel een segment waar we de laatste tijd een beetje verzadiging in merken. Ja. Want we hebben sowieso, wat hebben we? Speedlink, SteelSeries, Logitech. Zelfs Razer komt af en toe met een goedkope muisje aan. Goed, het is niet altijd het 40 euro segment, maar het valt wel onder het medium range budget dingetje. En dan vraag je af, wat doet zo'n muisje van 40 euro? Ja, het is natuurlijk een beetje een budget muis inderdaad, dus je kan er niet echt heel veel geks van verwachten. Bedoel je dan, neem ik aan, lichtjes en een heleboel knoppen? Ja, lichtjes, een heleboel knoppen inderdaad. Wat je ziet, je hebt bijvoorbeeld maar 5 knoppen, 2 aan de zijkant, zoals je eigenlijk altijd wel hebt. Je hebt de muis die je kan indrukken en dan heb je hierachter nog een knopje. Vaak je DPI-switch. Dat is vaak je DPI-switch en dat is ook hier het geval. Maar dat is het basic pakket muis. Het is echt je standaard start-op pakket van een muis. Je hebt gewoon die knoppen. En als je het voor de gamers doet tegen een prijsje van 40 euro, heb je ook alle kleuren van de regenboog natuurlijk erin zitten. Uiteraard, dat kan je ook hier heel mooi zien. Ja, fantastisch. Wel redelijk subtiel, dat vind ik wel fijn. Ja, niet het logo pulseren, maar ook zo'n lijntje eronder. Dat je kan het ook allemaal zelf instellen natuurlijk, wat je wil met die kleurtjes. Je kan je laten variëren van het lichtje hierachter. Dat is trouwens wel een soort van pluspunt, want je ziet heel veel muizen die 16,8 miljoen kleuren hebben, dat vaak één zone is. Of je kunt er maar een aantal mee instellen, maar hier heb je wel gewoon 2 verschillende. Dus dat vind ik dan wel weer netjes dat ze dat doen. Maar ik merk wel een ander punt meteen, waarbij die misschien een beetje het onderspit delft als het aankomt op de muizen. En dat is de kabel. Want het is best... Gewoon een simpel rubberkabel. Ja, maar het ding is wel mooi afgewerkt. Het stofje ziet er goed uit, het voelt goed, maar dan krijg je helaas geen gewoven kabel. En dat heb je bijvoorbeeld... Logitech heeft er dan wel een van 40 euro aan kabeltjes erbij zit. Ja. Speedlink notabene, je Duitse budgetknallers, die hebben een gewoven kabeltje tegen 40 euro. Vind ik wel jammer. Vind je dat niet naar dat dit er zo op zit? Ja, het is natuurlijk wel, het is wat fraaier als je een gewoven kabeltje hebt. Ja, maar hij wordt ook zo plakkerig. Ja, nou, ik weet niet. Ik heb daar tijdens het muizen op zich niet zo heel veel last van. Ja, je zit dat natuurlijk ook niet aan. Ik bedoel, je hebt je kabeltje meestal netjes weggewerkt, dus... Als je Tom heet, dan werk je alle kabeltjes tot echt in de puntjes weg. Dat is ik heb mijn kabeltjes ook altijd redelijk goed weggewerkt, dus ja, dan merk je er ook niet zo heel veel van natuurlijk. Okay. Ik bedoel, het draait uiteindelijk allemaal om de muis zelf. Ja, maar goed, laten we dan ook even over de muis zelf. Je weet welke kleuren erin zitten, je weet hoe die eruit ziet. Een beetje hetzelfde als de Master Keys Light L combo die we een keer eerder behandeld hebben. Maar ik ben vooral benieuwd naar de prestaties, want het muisje wat daarbij dat toetsenbord combo ding bij zat, dat was... Ja, daar was je niet erg over te spreken. Nee, dat was echt een lachwekkend. Dat is denk ik de slechtste muis die ik ooit onder mijn handen heb gehad. Het was echt... Ja. Het plakte, het werkte niet, en vooral die DPI die je allemaal had, het werkte voor geen drol. En hoe is dit dan? Ja, het is natuurlijk dezelfde body, maar hij plakt niet of zo. Hij schijnt een speciale coating te hebben die bacterie-afwerend moet zijn. Dat zie je wel. En je ziet het wel, er blijft inderdaad weinig op plakken en zo. Het voelt ook wel een beetje apart. Het is zo'n vetvrij laagje. Ja. Het is niet zo dat je je hand er één keer oplegt dat je meteen permanent zeg maar je vingerafdruk. Ja, precies. En dat merk je op zich wel. En dat is, ik gebruik hem nu ook echt al best wel lang. En je ziet nog steeds eigenlijk aan de bovenkant niet echt... Oké, dus dat doet hij dan wel beter. Dat doet hij sowieso dat beter. Dat was een beetje mijn heikelpunt, was dat het ding gewoon echt viezig aan het worden was. Ja. Maar hoe zijn de prestaties van de sensor? Want er zit wel een Pixar volgens mij 3300 in. Dat is best wel een bekende sensor die je veel van dat soort budgetpartijen ziet gebruiken. Mm-hmm. Heb jij er problemen mee gehad of is het gewoon van... Ik heb, bij mij werkt die helemaal soepel. Je kan natuurlijk zelf instellen hoeveel DPI je wil gebruiken. Je kan zelf 4 stappen instellen. Oh. En je kan zeg maar een programma downloaden. Oh, ja. En in dat programma kan je gewoon zelf die 4 stappen instellen. Het gaat tussen de 100 en de 7200. Dus dat is een flinke range. Ja, dat is meer dan genoeg dan ik ooit nodig zou hebben. Nee, precies. Dus... Ik kom niet veel verder dan de 3000 persoonlijk. Nee, ik kom nooit verder dan 800. Als ik een nieuwe muis krijg, moet ik meteen 800, nooit meer verzetten. Ik vind het op zich wel fijn om bij sommige games even te kunnen switchen. Of bijvoorbeeld als je in een voertuig gaat of zo, wil je het soms net iets anders hebben. Ja, bij sniper en shotgun. Als je 360 no-scopes wil maken, dan moet je natuurlijk. Ja, precies. Ja. Dus dat is wel fijn. En wat aan dat programma, wat daar wel fijn ook nog aan is dat die alle instellingen opstaat in de muis zelf. Ja. Dus als je hem inplugt in een andere computer, dan blijven al jouw vorige instellingen gewoon bewaard. Dus de kleurtjes, de DPI-switches en zo. Eventuele macro's. Ja, ik wou net zeggen, heeft hij ook macro-instellingen en zo, allemaal knoppen, dat is wel fijn. Ja, precies. Want niemand gebruikt
die zijtoetsen echt alleen maar voor, weet je wel, een pagina terug, een pagina vooruit in Firefox. Niemand, behalve ik. Ja. Gebruik je dat echt? Ik vind het alleen maar irritant. Serieus, ik mis dat als ik dat niet heb. Ik mis het als kiespijn. Ik heb zo vaak, dan ben ik een hele rant op YouTube aan het typen of zo en dan klik, en dan is hij weg. Ja, dan ga ik het echt niet opnieuw typen. Dus... goed. Het is gewoon zelfbescherming, zelfs niet rent op YouTube. Dat is trouwens wel waar. Nu ik erover nadenk, ik ben waarschijnlijk een beter persoon als ik niet aan het renten ben op YouTube. Ja, ik bedoel... Sorry iedereen in de comments, ik ben af en toe echt een botte hork als jullie domme vragen stellen. Sorry daarvoor. Ik kan er echt niks aan doen. Soms komen er echt vragen binnen en ik denk van, het is behandeld in een video. Sorry als ik dan een enorme sarcastische eikel ben. Het spijt me. Ik wacht nu alle reacties van deze video aan. Onder deze YouTube video wordt het echt renten voor het leven en ik ga iedereen helemaal afbranden. I will not change! Maar nee, terug naar de Cooler Master Master Mouse S. Ik denk dat je voor 40 euro vind je het wel een goede koop, toch? Voor 40 euro is inderdaad. Ja, je kan voor 40 euro ook gewoon niet heel veel uitgebreider verwachten eigenlijk. Nee, je ziet die muizen hetzelfde doen allemaal. Het belangrijkste, de sensor, die is prima. Ja, nee, dat is inderdaad wel waar. Dus het allerbelangrijkste, dat hebben ze down. En het design zou ik misschien nog wel wat andere dingen doen. Het design ziet er niet heel spannend uit. En wat wel zo is, het is een vrij klein muisje en dat moet je net liggen, zeg maar. Je kan, als je het fijn vindt dat je hele hand erop rust, dan is dit niet echt je muis. Nee, ik denk dat het meer voor de claw is. Voor de mensen die echt zo'n klauw op hun muis willen. Ik denk dat het daar wel... Want ja, ik heb die techniek nu een beetje aangeleerd. Want ik had hier voor een grote muis. Ja, en nu is het van, ja... Maar dan ook noodgedwongen. Zo van, dit werkt niet meer. Verandering! Ja, precies. Het kostte mij een paar weken voordat ik het kon handelen, maar ondertussen... Ja, daarom duurde de review ook iets langer. Telkens kwam Leon weer aan het kantoor. Ik kan het gewoon nog niet. Ondertussen is mijn hand helemaal vergroeid, zodat ik het prima kan handelen. Ja. Dus vanaf nu al die kleine muisjes... Die kunnen nu al... Kunnen allemaal naar mij. Ja, nee, slim. Dat is branding van jezelf, hè, als tech-journalist. Je moet toch je eigen niche vinden. Ja, mijn niche is vooral alles wat veel te duur is. Ik denk dat dat een betere niche is dan je hand laten vergroeien. Ja, ik moet alleen mijn portemonnee een beetje uitbreiden af en toe. Dat is het enige hoe ik aan moet passen. Dat is gewoon een reetje stuurt al die dure dingen op. Maar goed, daar heb je het. De Cooler Master Master Mouse S. Je basic muis voor de 40 euro. En mocht je er meer van willen weten, we hebben een heleboel reviews van muizen die ongeveer rond dat prijssegment liggen. Ik noem een Logitech, ik noem een Razer, ik noem Speedlink, notabene Trust. Het Nederlands bedrijf heeft er ook eentje. Ze doen allemaal grofweg hetzelfde. Ik denk Cooler Master springt er hier niet enorm tussenuit. Maar ik vind wel, het is wel subtiel in de looks. Dat moet het is gewoon een beetje een middenweg. Ze springen er niet bovenuit. Maar ze hebben ook niet echt een onderdeel waardoor je denkt van, daarom moet je hem niet kopen. Nee, daar heb je het. Ja, misschien, ik zou toch een andere kabel hebben. Het kabeltje. Misschien. Als je dat heel belangrijk vindt. Als je op een stoffen mat zit, heb je geen probleem hiermee, denk ik. Het is gewoon goede handel. Het bedrijf zit in Eindhoven, dus het is gewoon goede handel. Het zit in Taiwan, toch? Het komt uit Taipei, inderdaad, maar het Nederlandse kantoor zit in Eindhoven. Dus ik denk, goede handel. Het is gewoon een man. Moet kopen. Moet een bakjes. Kijk meer, Gamersnet Gear. Druk door, Gamersnet Gear. Elke week, elke dinsdag op Gamersnet, woensdag op YouTube. Is gezellig. Kun je allemaal gadgets, tech, hardware, PC's. We doen andere dingen op Gamersnet. Dit is Leon, ik ben Tom. Dit is een rommelige outro, maar het is een outro. Dus tot ziens. Leuk dat je gekeken hebt. Ik zie jullie rant comments hier beneden wel. Kom, at me bro. Ik had heel erg veel zin om de tafel om te duwen, maar ik heb het laatst al gedaan met de stoel. Dat zou ook niet goed gaan met zo'n lamp. Het zou wel een heel vet aan. Wederom goed dat ik mezelf heb voor...